Rick en Frederike Keizer hebben het flink te verduren gehad. Want nadat zij hun woning in Friezeveen met peurschuim lieten isoleren, werden alle gezinsleden ernstig ziek. Niet veel later bleek ook het huis flink te lijden te hebben gehad van de isolatiewerkzaamheden. Dit alles lijkt te maken te hebben met het aanbrengen van de peurisolatie in muren en kruipruimtes. Tijdens dat proces zijn fouten gemaakt, waardoor het gezin Keizer ineens de deur van de huisarts platliep. Dit gezin heeft jarenlang gevochten tegen een verzekeringsmaatschappij met een netto winst van 900 miljoen euro. Dat is geen gelijk speelveld en op een gegeven moment gaat het aan je vreten. En daarom hebben we ook gezegd, van, we gaan niet meer voor gelijk, we gaan voor geluk. En dat gaan we deze weg doen. En we hebben vandaag een nieuw hoofdstuk in dit hele verhaal. Niet alleen Rick en Frederike, ook broer Leon heeft het er behoorlijk moeilijk mee gehad. Dat het jonge gezin van broer Rick bij zijn ouders introkken en dat daarmee de medische klachten verdwenen als sneeuw voor de zon, dat was de belangrijkste positieve ontwikkeling. Maar de strijd met de verzekeringsmaatschappij heeft het leven van de hele familie Keizer lang beheerst. Die verzekeringsmaatschappij wilde niet het schadebedrag uitkeren waarop Rick en Frederik dachten recht te hebben. Kijk, wij zijn ook mensen en het vreet gewoon aan je. En daarom zijn we er gewoon mee gestopt in goed overleg met Rick en Frederik uiteraard, want het is hun keuze ook geweest. Daar hebben we veel over gesproken. Maar we hebben dus toen gezegd van we gaan niet meer voor gelijk. Dat gaat nog jarenlang duren en dat gaat heel veel geld kosten. En het is maar de vraag van wat het uiteindelijk gaat opleveren. We gaan voor geluk. Broer Leon had uiteindelijk genoeg van het voortslepende conflict met de ASR en bedacht een plan. Met de oprichting van de stichting De Grote Uitdaging wil hij het gezin van zijn broer helpen aan een nieuwe woning. Niet met hulp van de verzekering, maar dankzij Norberschap. Donateurs en sponsoren helpen het gezin op weg naar een nieuwe toekomst. Maar het is niet alleen uit de buurt, ook landelijk. Ook uit Amsterdam en uit Eindhoven en uit de plaatsje Friesland pas ook iemand. Dat is hartstikke mooi. Dat is gewoon, dat geeft gewoon weer moed. En daar staan we niet alleen voor. En we gaan met z'n allen maken weer een mooi project van. De eerste stap is nu de sloop van de oude, ziekmakende woning. Het doel is een nieuw huis waarin het gezin Keizer het leven weer kan oppakken. Alle kosten worden betaald door de stichting en broer Leon staat daar garant voor. Dus als iemand 100 euro doneert, gaat die 100 euro komt de goede aan de woning. En er blijft niks hangen, dat is mijn investering. En voor die twee zaken, daar sta ik voor. De sloop van de oude woning is een belangrijk moment. Rick en Frederike kunnen het niet bekijken omdat zij inmiddels hypersensitief zijn voor de stoffen die nog steeds uit het huis ontsnappen. Zij moeten het dus doen met de beelden van de sloop. We hebben gezegd, we zetten een punt en we steken een dikke middelvinger op. Ik weet niet of dat zo mag zeggen. Maar wij gaan voor dit gezin maken we een nieuw huis met iedereen die helpen wil, op welke manier dan ook.